Hallo allemaal, welkom bij mijn eerste vlog van mijn solo tripje naar Frankrijk. In deze vlog ga je zien hoe ik naar Sas van Gent rijd. Nou ja, een stukje van onderweg en je ziet wat van de camperplaats in Sas van Gent. En daarna de rit naar Le Tréport en een heel winderig Le Tréport. Dat zijn de eerste twee dagen van mijn vlog. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden en alvast veel kijkplezier. Nou, goedemiddag. Ik ben aangekomen in Sas van Gent. Op het camperplaats, het eiland heet het. Zo, ik ben een beetje hees. En de reis verliep voorspoedig. Ik had onderweg een stop willen maken. Maar er kwam een parkeerplaats toen ik nog een uur en 20 minuten moest. Dat vond ik eigenlijk te vroeg. En daarna kwam er niks meer. Geen benzinepomp, geen parkeerplaats, niks. Dus klokslag 1 uur stond ik hier voor de poort. En ik sta nu geparkeerd. De stroom is aangesloten. En ik ga de rest van de middag een beetje bootjes kijken. En ik zal er straks ook nog wel een paar filmen. Dus ging allemaal heel goed. Dat was geen probleem. Het was spoedig, het was niet te druk. En ik heb gewoon rustig aangedaan. Lekker achter een vrachtwagen aanhangen. De muziek aan. Zo, was een goede trip. En nu relaxen. Verzorgingsplek, hoe staat er zo hoog? Van Sas van Gent. De slagboom als je wegrijdt. Afvalbakken. Rest. Glasbakken. Oh. Ik denk, ik ga hier toch niet staan, blijkbaar. Nou, de vuilwaterlozen hier zo. Schoon water tappen. Hier zo. Netjes een gardena aansluiting. En toilet. Dat ziet er netjes uit. Nou. Daar is de camperplaats. Er staan 4 campers. Nu gaan we even naar het eiland kijken. Een stukje lopen. Dat zijn een beetje oude schepen volgens mij. We zijn hier een paar jaar terug wel eens geweest. Toen we de eerste keer geloof ik naar Frankrijk gingen. De tweede keer. De tweede keer weet ik niet meer. Volgens mij is dit een oude sluis. En toen hadden we Trisbaans en toen was Koot er ook bij.
Maar ja, als je een hond bij je hebt, is het best wel leuk, want je kan hier een rondje lopen, maar je kan ook daar verderop de punt op. Dus ja, het ziet er wel leuk uit. Ik moet nog even wennen aan mijn Osmo. Ik heb het idee dat hij een beetje te hoog blijft. Mijn Osmo Pocket. Het blijft zo fascinerend, die schepen die hier voorbij komen. Zo leuk. Ook een enorm zeeschip. Kan ik je ondertussen wat vertellen over vanmiddag toen ik even ging wandelen? Toen kwam ik terug en toen... ik zat in de camper. En ik zie een heel groot schip aankomen. Dat was van DFDS. Ik heb hem ook gefilmd, dus die zal ik er straks wel bij zetten. En toen kwam er een meneer aan met een hondje. En dat hondje loopt achter hem. En die meneer die kijkt links achterom, waar het hondje blijft. En ondertussen loopt het hondje rechts langs de meneer heen en staat voor hem. En dat doet Tris ook altijd. Die loopt dan... altijd de andere kant langs als die je opdraait. Dus dan loop je je hond te zoeken, want je hebt niet gezien dat hij rechts langs gelopen is. En dat deed die meneer ook. Die was zijn hond aan het zoeken, die aan het roepen. Dus ik zeg, hij staat hier voor je hoor. Nou, dat doet hij nou altijd. Ik zeg, volgens mij doen die honden dat allemaal expres, want die van ons doet dat ook. Het gesprek toen over het schip wat voorbij kwam, dat was een ferry van DFDS. En die ging naar Kopenhagen met... blijkbaar allemaal onderdelen van de Volvo, van de Volvo-fabriek uit Gent, want er schijnt een Volvo-fabriek in Gent te staan. Maar toen kwam er nog een andere mevrouw bij staan met een hondje en die hondjes waren een beetje aan het spelen en aan het doen. En toen werden alle honden uit Sas van Gent zo'n beetje benoemd. Dus ik weet nou dat er een Rob is die hier niet meer kan lopen. Omdat zijn hond al twee mensen heeft gebeten en twee hondjes heeft doodgebeten. En geen maalkorf op heeft. En dat er een mevrouw is met drie honden die ze niet kan houden. En die dan zegt, ik kan hem niet houden en mijn hond bijt om te doden. Nou ja, dat dus. Dus het was wel even leuk. Interessant. En ondertussen kijken we naar het volgende zeeschip wat hier voorbij vaart. En ik zie dat er... volgens mij nog een aankomt. Daar gaat www.haf.no. Zal die dan ook uit? Is dat Noorwegen? Geen idee. Het zat achterop, denk ik. Maar dat kan ik nog niet lezen. Een beetje een waterig hapje. Dat kan ik net zo goed en net zo snel, denk ik, zelf maken. Tagliatelli met spinazie en zalm. Maar de zalm die moet je goed naar zoeken. Zo, goedemorgen. En redelijk goede nacht gehad van mij doen. Want... ik ben twee keer, eigenlijk één keer en om 6 uur weer wakker geweest. Dat is voor mij best wel goede nacht. Redelijk rustig geweest, niet te veel herrie of wat dan ook.
heeft wel geregend. Daar ben ik wel even wakker van gelegen. Want daar ben ik niet gewend. Want normaal slaap ik met oordoppen in. Dat gewoon snurkt. Dus die had ik nu niet in. En dat wil ik ook eigenlijk niet. Dus dat was wel even wat luid. Nou, zoals je ziet is het vandaag een grijze grauwe dag. En ik heb begrepen dat het zo blijft ook waar ik naartoe ga. Want daar gaan we naartoe. We gaan naar La Tréport. Aan de Franse kust in Normandië. Aan de campingplaats. Daar ben ik vorig jaar met mijn zus geweest. En dat is eigenlijk de enige dubbele plek. En dit dan, waar ik nu sta. Waar ik deze vakantie naartoe ga. Verder zijn het allemaal nieuwe plekken. Maar omdat ik zou eerst gewoon ergens onderweg blijven staan. Maar omdat ik terugweg alweer wat meer binnenland in ga, heb ik er nu voor gekozen om vandaag naar Le Tréport te rijden. En ik hoop toch dat het een klein beetje beter weer wordt, want het is zo mooi. Ik moet dus nog een beetje wennen aan de Osmo, aan de DJI Osmo Pocket 3, want zo heet dat ding officieel, waar ik nu mee film. Want ik had een heel verhaal zitten houden over mijn rugtoiletten en over waar ik ben en over hoe ik hier ingereden ben. En toen stond hij hier niet op video. Dus op een gegeven moment, halverwege mijn verhaal, gaat het niet uit. Ik denk, hoe kan dat nou? Ja, als je niet op een video zet, dan gaat hij na 2 minuten uit. Maar goed, zoals je ziet, ik ben aan het lunchen. Of tenminste, ik ben mijn brood aan het klaarmaken om te gaan lunchen. Ik ben in Le Tréport. Het is hier prachtig. Een hele mooie kustlijn. Bovenop de kruidrotsen sta ik. Alleen het stormt een beetje, het is erg winderig en een beetje bewolkt. Maar misschien dat ik straks toch nog even naar Le Tréport loop. Dat moet ik wel zeggen, dat vind ik wel lastig alleen. Dat ik mezelf moet aansporen om iets te gaan doen en om niet toch maar lekker veilig in de camper te blijven zitten. Toen ik hier aankwam, ja, dan moet je dingen intoetsen en aangeven dat je 1 nacht wil blijven en met je pinpas. En toen kwam er een uitrijcode in beeld en toen was er iets van een passuur instoppen, maar het was een beetje onduidelijk. Dus en toen stond die paal al open, dus ik heb nu geen uitrijcode vanmorgen en ook geen ticket gekregen. Dus ik ga nog even kijken hoe ik dat op ga lossen, hoe ik er dan morgen uitkom, omdat ik dat ticket niet heb. Misschien dat ik nog een keer betaal. En
ik heb natuurlijk sinds januari een drugtoilet van Arwinger. En daar hebben we wel een kleine boodschap op gedaan. En dat is voor Cole heel makkelijk, maar voor een vrouw is dat toch wat lastiger. En het heeft wel een tijdje geduurd voordat ik de juiste plek te pakken had en hoe ik moet zitten om te zorgen dat ik in het juiste vak terecht kom. Dat gaat inmiddels goed. Komt een nieuwe camper aan. Nou. Oh ja. Maar de grote boodschap had ik er nog niet op gedaan. Eén keer, maar die viel niet helemaal goed. Dus en ik was vanmorgen onderweg en ik moest het heel nodig. Dus ik ben langs de weg geparkeerd naar mijn benzinepomp gestopt. En dat ging en zo waren we allemaal in het goede gat. Ik heb daar nog wat extra houtmot overheen gegooid. Omdat ik niet op de parkeertrein met zo'n zak wilde staan. Dus dat komt later wel dat ik hem weg ga gooien. Maar ik dacht, ga zo eens kijken wat er gebeurt als ik hem niet gelijk weggooi. En ik moet zeggen, ik ruik niks. Je merkt er niks van, dus eigenlijk prima. Nou, ik ga nu even lunchen. En dan gaan we straks even naar de trekker. Dat heel erg hard waait en ik geen microfoontje op heb, doe ik het nu maar via de voice-over. Ik ben dus inderdaad toch naar Le Tréport gegaan. En dit is de pizza-automaat. En die staat dus vlak bij mijn camper, want die staat daar. En ik ga dus 's avonds uit die pizza-automaat een pizza halen om op te eten. Maar dat zie je later in deze video. Inmiddels heb ik wel een ticket gekregen, een uitrijdticket met een code. Want toen ik ging wandelen stond er net een meneer bij de automaat en ik heb aan hem gevraagd of ik dat ik geen ticket had en of ik een ticket kon krijgen. En dat was eigenlijk zo geregeld. Dus vol goede moed op naar Le Tréport. Deze trappen heb ik vorig jaar samen met mijn zus omhoog gelopen. Ik weet niet hoeveel treden het waren, maar het zijn er heel veel. En dat gaan we dus dit jaar niet doen. Nu ga ik ze naar beneden lopen, naar Le Tréport. En dan strakjes met de funiculair, die gratis is hier in Le Tréport, weer omhoog. Voor de tweede keer vandaag zit ik een heel verhaal te houden. Zonder dat ding aangezet te hebben. Maar, kijk. Ik heb een pizza gehaald. Uit de automaat. Hier verderop op het parkeerterrein. En dan moet ik iets koken. En ik moet zeggen, hij smaakt prima. Kaas. Tomatensaus en ham, want ik vind niet alles even lekker. Ah. Dat is prima. Dus dat scheelt koken. En voor 10 euro. Nou. 10 euro vind ik ook niet te veel. En waar heb ik de pizza vandaag? Nou, dat was dan weer de eerste vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En als dat zo is... Heimot. De hond had even wat te zeggen. Die wilde ook zich mee bemoeien. Maar dat gaan we niet doen. Nee, ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En als dat zo is, geef dan een duimpje. En een like. En als je de andere vlogs die nog komen niet wil missen... abonneer je dan op mijn kanaal. Mocht je dat nog niet gedaan hebben. Dat zou ik gewoon heel erg leuk vinden. Dankjewel en tot de volgende vlog.